De vorige keer in Mindtopia. Waar zijn we opeens? Waarom brengen jullie ons hierheen en waar zijn we? In welke stad zijn we? Dit zijn gewoon een stel criminelen en u bent de leider van de criminelen. Ik wil naar huis. Laat me eruit. Wow. Nee. Zijn we weer terug in dit celblok of zo? En die man die hangt er nog steeds. Naar binnen. Hallo? En deze man die zit allemaal een beetje te... Wat is er met jou? Ik kan niet weg. Ik ga hem bevrijden. We komen eraan. We komen eraan. Ja. Ik ben bijna bij je. Hoe krijg je hieruit? Wat is er aan de hand? Er is niks aan de hand. We zitten hier al zo lang vast. En waar is die rare man met zijn blaadjes? Die zit hier echt al... hoe lang? Ik heb het niet afgestreept hier op de muur. Heb jij dat gedaan? Nee. Echt al meer dan 5, 6 dagen? Daar zijn ze. Kom maar mee. Daar zijn ze. Ga maar je cel in. Huh? Ja, kom op, jij er ook bij. Huh? Hey. Wow. Hoe gaat het met jou? Een blaadje weer. Oh nee, dan gaan we met de blaadjes. Hoi! Hoe gaat het met de man die op is gehangen? Het pijn. Dat snap ik dat het pijn doet, Ekiel. Wat heb ik nou weer? Na een week isoleren al? Een week. Je moet wel isoleren goed spellen, maar... Dat maakt niet zoveel uit. Kan ik je eindelijk geven? Wat? Hè? Huh? Ja, je hebt nog iets te goed. Jij moet ons nog helpen. Dat is waar ook. Ja, wat ik beloofd heb. Ja, dat is beloofd, hè. Als wij al ons eten gaven... Moet je niet zo hard praten trouwens, want daar staan ze. Dan zou hij ons helpen. Oké, het volgende blaadje. Een pickaxe? Met de pickaxe kunnen we ontsnappen. Dan kun je gewoon door alles heen breken, toch? Die ga je nodig hebben. Ja, dat dacht ik al. Ja, die hebben we zeker nodig. Kunnen we eindelijk weg? Ja, jij ook met je keel. Ja, wat heb je nu meer? Voor ontsnapping en bevrijding. Ja, echt bevrijding. Je hebt het allemaal niet zo goed getypt. Wat is dit? Iemand zit buiten opgesloten. Wat? Buiten opgesloten? Er zit iemand buiten opgesloten. Hoe kan dat nou? Wat is dit dan? En er is een ontsnappingsroute. Naast de mannenwc. Hoe weet je dit allemaal? Moet je hakken en dan? En dan? Is er een riool? Wow. En dan moeten wij met z'n allen samen dus... Oh, nog eentje. Buiten op de moordplek. Is er een moordplek buiten? Gadverdamme. Kan je buiten de muren? Oké. Dan moet ik een moordplek gaan zoeken buiten. En was er nog eentje? Maar wees vlug! Wow. Natuurlijk. Beloof me één ding. Wat moet ik je beloven? Ik doe alles. Gods... Neem me mee als je ontsnapt. Wij ook, pickaxe. Ja, natuurlijk. Oké, ik heb gewoon een... Ik doe al die blaadjes erin. Een pickaxe kreeg je van die meneer. En dan moet ik het allemaal gaan fixen omdat hij het niet durft. Oh, niet in mijn hand houden. Zo. Huh? We gaan een luchtje scheppen. Een luchtje scheppen? Oké. Moet dat? Ja. Ik was nog niet klaar volgens mij met hem, maar oké. Eindelijk is naar buiten. We zijn nog helemaal niet naar buiten geweest. Klopt. Zit hier dus blijkbaar al een hele week. Oké. Lopen. Ik weet niet welke kant we op moeten, maar... naar buiten dus. Door de deuren. Oké. Door de deuren. Rechtsaf. Daar is buiten. Daar is de ingang. Nee, linksaf. Oh. Die kant Jezus. Door. Hier naar buiten. Wow. Frisse lucht. Zo. Dat voelt goed. Dat voelt heel goed. Wow. Zullen we naar buiten zitten? Ga maar even naar binnen onze zaken gaan wandelen. Haal niks in je hoofd of er gebeurt dit? Ja? Nee, ik haal niks in mijn hoofd. Nooit. Nee. Nooit. Okay. Natuurlijk. Tot zo. Ik kan geloven. Nou, gaan jullie maar gewoon naar binnen. Dat vind ik een heel goed plan. Oh, die is niet zo slim. Dat zie ik nou al, die unbelievable. Oké. Wauw. Er is een gewicht aan het heffen. 50 kilo en... Hier is 20. Maar 20 kilo. Oh, ja, rustig. Straks komen ze nog als je begint te slaan. Jezus. Maar hey, hoe gaat het met jou, meneer? Hey, jij. Last van mijn keel, maar we moeten weg. Ja, we moeten proberen te ontsnappen eigenlijk, want... die mens, dit is niet een gewone gevangenis, dit is gewoon een...
Een vieze, vervallen gevangenis die in is genomen door die vieze mensen. Als ik zoiets aan kon doen, zou ik het meteen doen. Oké, ik moest vlug wezen. Oké, jullie moeten maar goed jullie beenspieren trainen voor als we gaan vluchten. Ik ga eventjes zoeken hoor. Hou het in de gaten, wil je? Ja, ik kijk door het raampje. Oké, bedankt. Een moordplek. Wat is dit? Hier ziet er niet echt naar uit dat die veel is. Misschien hier door deze deur. Er zit gewoon een sleutel op deze deur. Ik weet het niet. Of misschien hier. Hierdoor of zo? Hierachter, wow. Wat is dit dan? Gadverdamme, het ligt hier gewoon bloed. Bloed op de vloer. Zou dit de moordplek zijn? Zou dit de moordplek zijn? Zou het? Ja, echt? Wow. Oké, ik ga wel gewoon. Blijf maar hier, anders valt het op misschien. Oké. Een vieze, vuile moordplek. Het stinkt hier ook gewoon. Gadverdamme, hoe zou hij hier vanaf weten? Zou hij dat gedaan hebben misschien? Dat is wel heel creepy. Zo'n man, wow. Die niet kan praten, wou ik zeggen. Maar hier zit gewoon een gat onder de muur. Oké, heel voorzichtig. Ben ik nou vrij? Nee, shit. Hier staat nog gewoon een hek. Ik dacht, misschien ben ik hier gewoon vrij. Wat stond er meer op die blaadjes? Oh, ik heb die blaadjes niet meegenomen. Misschien kan ik hier wel door uitgaan. Maar nee. Die zei dat er iemand zat opgesloten, toch? Hier zie ik wel iets staan. Wat is dit voor iets raars? Help! Huh? Wat? Bas! Ik breek hier door. Oké. Wow! Hallo! Jezus, wie ben je? Wat ben je? Hoezo zou ze iemand hier opsluiten in het gat? Weet ik niet. Nou, ik kan je hieruit. Ik hoef dit ding niet meer trouwens, dat valt er ook op. Ik kan je hier misschien uitbreken. Alsjeblieft, ik heb zo'n honger. Je hebt me geen eten gegeven. Maar ik ken je helemaal niet. Ik weet niet of je te vertrouwen bent. Ik mis iemand. Oh, ik kom later voor je terug. Ik moet snel weg hier. Ik moet weg. Ik spreek je later, hoop ik. Oké. Snel. Oh. Bendeleden. Hebben jullie hem gezien? Nee. Wacht. Volgens mij komt hij daar aanlopen. Huh? Hey, hallo. Wat deed je Ik was gewoon. No, niet richten op mij. Ik was gewoon een beetje aan het kijken. Dit is de eerste keer dat ik buiten kom, weet je wel. Ik dacht, het is hier toch open. Ik kan gewoon eventjes kijken hier zo. Er ligt een beetje bloed. Kort, het is niet de bedoeling dat je daar komt. Nee, snap ik. Oké. Oké, sorry, ik zou het nooit meer doen. Sorry. Nou, dat moet nog een keer gebeuren. Nee, natuurlijk. Nou, het is tijd om een hapje te gaan eten. Eet, eindelijk. Ik verga van de honger en ik heb zoveel geld van al het harde werken. Oké, naar binnen. Ik moet jullie zoiets vertellen. Nou, eten dus. Maar hebben jullie nu wel een keertje fatsoenlijk eten of niet? Gadverdamme, hier vies eten jullie altijd. Baba. Oké, de kantine. Nou, ik ken de weg onderhand wel. Nou, een week lang vastzitten hier in het vieze hok van jullie. Vies? Ja, zeker vies, ja. Bah. Ja, wat kunnen wij eraan doen dat deze gevangenis je verlaten stopt? Nou, maak het schoon op zijn minst. Gadverdamme. Nou, ik weet wel hoe het werkt. Ik ga wel gewoon eten halen. Of krijg ik nog geld van... Sorry. Geld. Ja, kijk eens aan. Elke dag geld. Zo, lekker veel vandaag. Dat wil ik wel vaker. Oké, hallo? Hallo? Meneer van de vieze keuken. Wat zijn daar? Au! Nou, ik lust alweer wat te eten. Je hebt zeker alleen maar van dat vieze vlees van jou. Ook, maar ik heb er wel lekker tomatensoepje bij. Nou, dat lust ik wel. Oké, hoeveel krijg ik van je? 15. 15 krijg je van mij? Ja, 15. Oh, 15, dat is echt veel te veel. Dat is echt een hele hoop van mijn geld. Wow, er wordt hier iemand geslagen. Doe normaal. Hier heb je 15. Voor 3 stukjes vies vlees en tomatensoep. Nou, oké. Dankjewel. Geniet er lekker van. Hier, ligt geld hier. Dankjewel. Oké, ik heb gewoon geld opgeruild. Ik weet niet van wie het was, maar volgens mij hebben ze het niet gezien. Oké, er liggen ook appels hier. Oh, je hebt ze opgepakt. Oké, ik neem even een soepje en ik moet jullie iets vertellen. En ik wil die appel ook wel. Oké, kom erbij. Lekker smukkelen. Oh, lekker eten. Lekker. Oké, ik was er net achter dus. En ik zag er iemand zitten. Kennen jullie haar? Want ze zag er heel zielig uit en ik weet niet of ik haar moet vertrouwen. Jullie kennen haar niet.
Wat? Ah, ja, er zat iemand opgesloten daar buiten. Ik zit hier al zo lang, nog nooit iemand gezien. Oh, dat is heel raar. Nou, ik weet het niet. Ah, jij kent het dus niet. Nou, ik weet niet of ik er zomaar vrij moet laten, maar misschien kan ze helpen bij de ontsnapping. Ja, inderdaad. Oké. Mag het niet al gezellig, hè? Nou, het is wel. Ik vind het gezellig hier met deze mannen. Ze zijn wel een goede vrienden aan het worden. Ik ken ze net pas, maar. Ja, nou, ik weet het niet. Het is weer tijd om terug te gaan naar de cellen. Teruggaan? Nou, nu al? We hebben genoeg gegeten. Oké. Komt maar. Nou, gaan we. Oké, we gaan wel weer. Ik vind het wel fijn dat jullie minder slaan. Ik luister ook heel goed, hè? Ik ben een hele goede gevangene. Ja. Ja, dat ben je vast. Zeker weten. Oké, mogen we hier naar buiten een keertje? Nee. Oké, gelukkig. Ik kom weer terug naar de cellen. Ik blijf hier toch? Ik wil naar buiten! Ik heb hier genoeg van! Ik wil hier nu weg! Laat me gaan! Meekomen. Laat me gewoon gaan! Au! Jezus! Ik ga naar de celler. Ah, oké. Okay. Volgende keer schiet ik. Ik zou me oppassen, want anders zit je ook in de isoleer. Dat doe je toch niet? Oké. Maar ik moet... Ik moet plassen! Ik echt heel nodig plassen eerst. Nee, maar echt. Ik meen het. Moeten jullie niet plassen? Ja, misschien? Ik wil niet alleen, het is hier zo donker. Lastig maar in je eentje. Lopen. Oké. Het is maar een shelter, jongen. Ja, laat me even alleen, wil je? Jezus. De toiletten. Hij zei dus dat er iets bij de toiletten was. Met een riool. Maar even kijken, wat zit hierin? Hier zit niks. Oké, ik moet wel opschieten denk ik, anders hebben ze straks hier door. Ik zie hier niks. Riool, dat is meestal onder het toilet. Oh, er zit hier een gat onder de wc.